Ik ben Adinne Groot. Ik heb MS. Dat is geconstateerd in 2005. Ik kan met mijn MS toch nog vrij veel. Ook al weet niet iedereen natuurlijk hoe ik er af en toe mee worstel. Ik hoop dan altijd dat ze dat niet zo goed zien aan mij. Adinne is iemand die heel zelfstandig is en niet graag die ziekte niet echt op de voorgrond wil stellen en gewoon haar werk wil doen. Nee, ik kan eigenlijk niet mijn grenzen aangeven. Lenny zorgt echt dat ik die grenzen aangeef. Dat je soms ook je medewerkers, en dat is niet alleen zij, moet beschermen tegen hun, hè, tegen zichzelf. En nou ja, om ze fit en vitaal te houden op de werkvloer, dat is toch ook wel een beetje mijn taak. Ik zeg altijd van, tuurlijk vind ik het belangrijk dat je werk goed doet. Maar je hebt ook thuis. Hè? Je moet ook niet als je thuis komt dat je dan dagen uitgestrekt op de bank ligt. Probeer wel ook de energie te houden dat je thuis nog een leuk mens bent. Want je kan heel leuk wezen, maar thuis is net zo belangrijk. Ja. Als ik met Lenny een gesprek heb, dan laat ik wel het achterste van mijn tong zien. Omdat zij staat er heel goed open voor. Je kan niet meteen tegen iemand zeggen van, nou hier ben ik en dit gaan wij eens even samen aanpakken. Het moet ook wel een stukje vertrouwen geven van wat kan ik wel en niet vertellen. Ik denk dat ik gewoon een mens ben. Een aardig mens ben die heel menselijk met iedereen kan spreken. En dat ze ook wel het vertrouwen krijgen van wat er met mij wordt besproken. Dat ik dat niet rond ga zingen over de afdeling en dat het in vertrouwen wordt behandeld. Het is Lenny, maar het zijn ook heel erg mijn collega's. Die dingen van me overnemen en die zien dat ik het moeilijker heb. Of voor mij gaan lopen. Of als het een druk programma heb, dat ze zeggen van, ga nu even een kopje koffie drinken en we nemen dit even van je over. Ik vind het soms lastig om mensen te vragen of ze dingen van me over willen nemen. Ik ben wel te hard voor mezelf, dat weet ik wel. Dat weet ik, maar dat is mijn manier om met mijn MS denk ik ook te dealen, denk ik. Ze hebben een vak geleerd, ze is een specialist. En dan ga je niet zeggen, nou, dit kan je niet, nou, dan hebben we er niks. Nee, dan ga je zoeken en dan ga je kijken. Dan moet ik natuurlijk wel zeggen, alles wat ik kan bedenken moet natuurlijk ook worden gedragen door een team. Ze vinden het vanzelfsprekend om dingen van mij over te nemen. En ze hebben er zo geen moeite mee en dat geeft mij zoveel gevoel van waardering ook. Ik heb veel pijn, met name met zitten. Dus we hebben ook een sta-zitbureau wat omhoog kan. We hebben ook de werkverdeling voor haar zodanig aangepast dat ze echt werkt, herstelt, werkt, herstelt. En ik heb ook een ergonomische zadelkruk hebben ze voor mij aangeschaft. Ik heb vaak last met zitten, maar ik moet ook veel zitten omdat ik natuurlijk moeie benen krijg. Ik moet er niet aan denken om niet te kunnen werken. En ik ben helemaal niet bezig met dat ik MS heb en dat ik pijn heb, want ik heb ook best nog wel pijnklachten, maar dat valt allemaal weg. Het geeft mij gewoon heel veel energie. Het kost me energie, maar het geeft me heel veel energie.